In Radio Café Rijnmond aan de Delftse straat is sinds afgelopen weekend werk te bewonderen van de Rotterdamse amateurkunstenares Chantal Gerards. Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om bij een muziekbeeld een goed schilderij te maken. Het is niet de bedoeling om een illustrator te worden van nummers die al jaren oud zijn. Dus het is toch zoeken in kleurtjes, aan sfeer, aan oude dromen, herinneringen. Dat schilderen is een hobby van je. In het dagelijks leven werk je in het casino in Rotterdam. Ja, ik ben zoals dat heet vestigingscoördinator opleidingen voor het casino. Dus ik train mensen tot croupier. Kunnen we daar samen gaan kijken? Dat gaan we doen, ja. Op naar het casino dus. Dat we u slechts in lege toestand kunnen laten zien in verband met de privacy van de Rotterdamse goklustigen. Maar in de kelder zetelt het opleidingsinstituut voor croupiers waar Chantal haar kennis en ervaring doorgeeft. Wat moet een croupier leren behalve de spelregels van de verschillende spelers? Een croupier moet wennen aan de discipline binnen het casino, moet leren om goed om te gaan met stress. En wat voor stress heb je dan last van? Stress aan tafel? Dat is op het allerlaatste moment binnen hele korte tijd heel snel kunnen werken en perfect hoofdrekenen. Ja, ik zag ook altijd mensen aan de hand van dia's hier worden getraind in heel snel uitrekenen wat mensen gewonnen hebben. Ja, dat heeft dan niet meer zoveel te maken met rekenen als wel het gebruiken en het herkennen van picturebeds, noemen wij dat. Dus dat zijn fotootjes van bepaalde inzetten die je helemaal traint, helemaal in je geheugen prent. Zodat op het moment dat je de zaal ingaat, heb je daar houvast aan. En er zijn hier ook oefeningen in vingervlugheid, zal ik maar zeggen. Met de jetons, de chips, ja, dat gaat maandenlang zo door. Het is dus een training van 5 maanden die je achter de rug moet hebben eer je een speelcel in kunt. En er komt heel wat bij kijken. De mensen die dan croupier worden, zijn het ook mensen die zelf geïnteresseerd zijn in gokken? In het begin wel. En tegen de tijd dat ze klaar zijn met de cursus is de goklust er redelijk uit. Hoe komt dat? Omdat je alle finesses van het spel leert kennen dan tijdens zo'n cursus. Dan zie je dat je toch niet kan winnen. Ja, dan niet kan beat the system.